En daar was dan het officieuze debuut van Jari Schuurman. Hoe kijk jij terug op dat half uurtje ongeveer? Ja, 1-0 kippenvel. Ik denk dat een half uurtje als 17-jarige hartstikke veel is. Dus daar ben ik heel erg tevreden mee. Wat was het mooiste moment voor jou? Het mooiste moment? Ja, alles vond ik mooi. Het spandoek, om die bal te krijgen, het publiek. Dat is geweldig gewoon. Ja, er hing een heel groot spandoek voor jou. Welkom Jari. Familie van jou, vrienden van jou of totaal onbekende? Geen idee eigenlijk. Ik weet niet van wie het is. Ik vond het hartstikke mooi in ieder geval. En veel kippenvel gehad vooral vandaag. En dat het resultaat in die tweede helft niet zo heel erg goed was, dan zeg je, nou ja, zwa. Ja, tuurlijk, dat is een minpuntje. Alleen ik denk dat ik veel de bal heb gehad en dat het aardig goed ging. Dus al met al tevreden. En nu mag jij mee naar Dubai op trainingskamp. Een soort snuffelstage, zei trainer Fred Rutte zojuist. Hoe heb je het te horen gekregen en wanneer? Net in de douche. Na de wedstrijd hoorden we... In de douche? Ja, in de douche. Hoorden Bart en ik dat we ook mee mochten naar Dubai. En de trainer had al gezegd van als jullie mee mogen, verwacht niet te veel. Het is gewoon inderdaad een snuffelstage. Gewoon ruiken, proeven aan het eerste. Kan je een beetje mee? In die rondetjes wel, denk ik. Maar verder? Ja, tot nu toe gaat het goed. De jongens pakken ons goed op. Dus dat is hartstikke leuk in ieder geval. En het is hard werken, maar ja, daar doe je het voor. Heb je niet het idee van, joh, ik ga me in die week in Dubai laten zien dat ik misschien wel gewoon vast bij die selectie hoor? Nee, ik ben 17. Ik ga er gewoon heen zonder verwachtingen zoals de trainer al zei. Ik hoop gewoon dat ik het erg naar mijn zin heb en dat het goed gaat. Al die mensen die Jari Schuurman nog niet kennen. Wie is Jari Schuurman? Wat voor positie komt hij vandaan? 17e, Gorkum, maar qua voetbal? Qua voetbal een aanvallende middenvelder met diepgang en scorend vermogen. En ik denk goed in de combinatie. Aanvallende middenvelder, Jari. Ja, die link is natuurlijk al 1000 keer gelegd. Ja, die link wordt vaak gelegd. Ja, misschien wel vergelijkbaar tot nu toe. Ik mag me natuurlijk nog niet vergelijken met hem. Want dat is een geweldige voetballer, maar ik hoop ooit zo goed te worden in ieder geval. Had je een idool vroeger? Nou, misschien niet Jari Liedmanen, maar misschien wel iemand anders? Nou, ik had niet echt idolen, denk ik. Ik keek veel naar de Premier League en zo. En daar had je natuurlijk Henry, Bergkamp, Van Persie. Ja, allemaal geweldige spelers. 17 jaar, nu geroken aan het grote werk. Ben jij een beetje een carrièreplanner? Nee, totaal niet eigenlijk. Ik ga toch gewoon altijd hard mijn best. Ik werk hard voor mezelf, om de training. En ik zie wel wat er komt. Omdat andere mensen, bijvoorbeeld een Jan Boskamp, die heeft natuurlijk ooit gezegd, joh, toen hij tegen Ajax speelde met de jeugd, zelfs die Amsterdammers, die zaten te watertanden van Jari Schuurman. Het rust best wel een beetje een stempel op jou natuurlijk. Ja, maar wat dat betreft ben ik heel nuchter. Ik voel nooit zo erg druk om mezelf, ook vandaag niet. Het publiek heeft me mooi ontvangen, denk ik. Na afloop nog een mooi applaus, dus dat is een en al genieten. Jij bent een blonde, nuchtere, Hollandse boerenjongen? Geen boer, Gorkum is nog steeds een stad. Maar voor de rest wel nuchter en blond, ja. En kan je genieten in Dubai? Absoluut. Ben je wel eens zover weg geweest? Ja, we gingen met de A1 dit jaar naar Zuid-Afrika. Toen stapte ook over in Dubai. Het was lekker warm, dus ik ben benieuwd. Je denkt wel dat je snel verbrandt? Nee, valt wel mee. Ik word altijd goed bruin. Dat gaan we zien. Heel veel plezier, succes, geniet ervan. En misschien dat collega Sinclair Buschop, die ook meegaat naar Dubai, die is al lekker bruin, jou nog gaat spreken. Is goed, kom goed.